Maar als je niet hebt die zin gekregen, Akinator weet gewoon alles. Applaus voor Akinator. Hallo kijkers van DJ Jelly, welkom bij Akinator aflevering 4. Het is warm. En toch gaan we door. Het moet, dat weten jullie waarschijnlijk wel dat het zo warm is. We wouden gewoon voor het goed weer, maar we kunnen natuurlijk weer geen hitte. Dat is typisch. Nu goed, we gaan gewoon Akinator opnemen. Maar goed, we gaan dus weer Akinator spelen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb hier een Wikipedia langs me staan. Voor de informatie over onze eerste persoon die we gaan zoeken. En die komt dan van Electrogamer. Dus ik doe zoek Charlie Chaplin. Niet de Charlie Challenge, zegt hij erbij in drukletters. Maar Charlie Chaplin. Voor de mensen die hem niet kennen, hij ziet er zo uit. Het is een personage geweest dat van die, hoe heet dat, film speelt. Van die, dat is er, ja, het was een acteur en zo. Goed, we beginnen met eerst vraag: is het personage een meisje? Nee. Heeft die personage echt bestaan? Ja. Is je personage momenteel ouder dan 40 jaar? Ja, hij is wel dood, maar ja. Is het personage een Belg? Nee. Is het personage dood? Ja. Is je personage Amerikaans? Je komt van het Verenigd Koninkrijk, dus denk ik ja. Is het personage zanger? Even kijken als het er tussen staat. Er staat niks van zanger, dus weet ik niet. Is het personage een ster? Nee. Eet hij graag cornflakes? Weet ik niet. Is het personage acteur? Ja. Komt je personage voor in een dansfilm? Nee. Speelt je personage voornamelijk in comedies? Ja. Is het personage al meer dan 20 jaar dood? In 1977. Dus dat is ja. Is je personage dik? Nee. Is het personage nog in leven? Nee, want het is dood. Dat vraag je toch net. Gebruikt je personage wandelstok? Ja. Dat werd zo geraden. Komt je personage voor in de Fallout-series? Staat er iets tussen? Van de Fallout-series? Ik ga hem gewoon weer in. Is je personage wel eens dronken op tv verschenen? Weet ik, ik denk aan Charlie Chaplin, comic van lang geleden. Charlie is wel niet zo geschreven. Het is met een IE, maar hij heeft het geraden. Dus ik zal maar geen applaus geven, want Flunts edit dat applaus erin. En Flunts, als je dat nu niet doet, dan hebben we een probleem. Dus applaus. Goed, ons volgende personage dat wij moeten zoeken, ik moet even naar ons voor zien, is Pluto. En die reactie kan van Shane. En zij zoeken Pluto op en ja, oké, we zullen Pluto eens zoeken. Ik heb weer een nieuwe Wikipedia geopend. Oké, eerste vraag, is het personage een Belg? Nee. Denk ik. Bestaat je personage echt? Nee. Is je personage een volwassen man? Nee, het is geen man. Is je personage een vrouwelijk geslacht? Weet ik niet. Denk ik niet. Is je personage een dier? Ja. Komt je personage in een tv-serie? Ja. Is je personage een Pokémon? Nee. Staat je personage op twee grote benen? Benen. Nee. Leeft je personage onder water? Nee. Is je personage een hondje? En nu ga je het raden. Is je personage voor een televisieserie? Nee. Leeft je personage in een bos? Nee. Is je personage wit? Nee. Komt je personage in een Walt Disney tekenfilm? Ja. Is hij dik? Nee. Is je personage zwart-wit? Nee. Is je personage gecreëerd door Walt Disney Pictures? Ja, het zat erin, het is gecreëerd door Walt Disney, ik zie het daar staan. Is je personage wit of grijs haar? Heeft hij wit of grijs haar? Nee. Is de personage dik? Tweede keer? Nee. Ik denk aan Pluto, stripfiguur van Walt Disney. Maar als je niet hebt die zin gekregen, Akinator weet gewoon alles. Applaus voor Akinator. En als laatste personage of het dier in dit geval opnieuw, wordt weer een hond. We moeten Samson zoeken van Geno. Oh, het is twee honden. Is je personage echt? Nee. Heeft je personage de vorm van een dier? Het is een dier, dus ja. Komt je personage van Walt Disney? Nee. Komt je personage de tv-serie? Ja. Draagt je personage kleding? Nee. Is je personage een hond? Ja. Is je personage een Belg? Ja. Komt de naam van je personage voor de titel van de televisieserie? Ja. Komt je karakter van Nederland? Nee. Wat? Hij heeft het gewoon al geraden! Wat de... Hoeveel vragen hebben we nu moeten stellen? 4 of 5? En hij heeft het geraden. Jezus Christus. Maar nogmaals, applaus voor Akinator. Goed, wij zijn er weer klaar voor, of klaar mee, voor deze aflevering. Volgende week zijn we dan gewoon weer terug met een nieuwe Akinator. Ik dank jullie weer allemaal voor het kijken. Jullie mogen hier in de comments achterlaten wie ik moet gaan zoeken. Alsjeblieft niet, even de aflevering terug. Het zijn maar 4 afleveringen in totaal. En ik
zo zeggen, hopelijk overleven jullie nog de hittegolf die, ja, eigenlijk is het al geweest. Dit komt op zondag, maar morgen is het zaterdag. Maar morgen kwam de warmste dag, rond de 40 graden. Hopelijk hebben jullie dat overleefd. Zo niet, helaas. Maar ik denk dat je het wel overleven allemaal. De komende weken wordt het wel wat rustiger. Ik hoop het. En het zal met deze aflevering van Akinator. Tot volgende week.